van tijdens de dingen worden erin. Om aan te tonen hoe snel het kan. De heer Evers meldde vanochtend dat een low-hanging fruit voor de private clients afdeling is bijvoorbeeld het invoeren van een naam op LinkedIn. Om te kijken of u een profiel heeft, hoe meer informatie over de klant krijgt. Ik dacht, nou, dat is leuk, dus we hebben ook een hoofd geschreven naar de LinkedIn site en hebben daar de naam van de sprekers ingevoerd. Die resultaten ervan is aangekomen. Nou, dit is de LinkedIn site van de Dit is onze applicatie, de robot, daarmee maak je de robots. En de robot, die gaat dan naar de applicatie. Een RSS feed maken. Start op deze pagina. Kunnen we een naam geven. Description. Geen input, je kan dus ook bijvoorbeeld een RSS-feed maken of een RSS-feed waarin je ook parameters naartoe kan zoeken. Hier is de site klaar binnen onze tool. Ziet hier op de browser. Het is een beetje begonnen, ik heb de resolutie iets laag gezet. Vandaar dat we nog allemaal in het kleine blokje zitten. Je ziet als je hier bijvoorbeeld titel aanklikt, dan is dat hier ook geselecteerd. Het eerste wat ik zou willen doen is loopen over alle conference experience. Loop voor elke URL die ik tegenkom. Ik weet dat elke conference een eigen URL heeft. Hier dat hij er doorheen doet. En via Think. Van elke conference zul ik ook de URL hebben. Je hebt de dan kan je de URL ophalen. En die schrijf op in. Ik kan hier wel, dat hier rechts op de titel zelf. En dan zie je de titel die is hier klaar. En als ik naar de volgende ga, zo pak ik hier al waar. Ik zal doen als description meenemen. Die naar de robot die kunnen gaan, dat is de testomgeving voor het ontwikkelen van robots. En ik druk op start. Hier dan pakt hij alle conferences op met alle informatie. Dus daar is daar geen description op. En als ik dus hier wil deploy op de server, dan sla ik iets op. En ik publiceer hem nou op de en de open gebouwserver, dat is eigenlijk een soort community van mensen die nog niet eerder met het gebouw hebben gewerkt. Dat kun je kunnen downloaden en ermee kunnen experimenteren en zelf robots kunnen ontwikkelen en online kunnen testen. Dus dat is een URL. Nu heb ik een RSS feed. Je kan ook de titel op datum selecteren en die verschillende categorieën. En als ik nu diezelfde RSS feed pak en ik ga naar Netflix, dan kan ik daar een feed toevoegen. En dan staat die binnen mijn desktop, binnen mijn applicatie. Hetzelfde hebben we opgenomen met een nieuw bericht op deze keer. Dat zal ik niet helemaal laten zien. Ik kan hem wel even. Als je hem aanklikt, dan heb ik hier de details van de pagina of de woordtekst van de nieuwsbrief zelf. En als laatste hebben we de LinkedIn. En hoe we dat gedaan hebben, zijn we naar een hele pagina gegaan. Daar staan bij programma's van de namen van de mensen die geselecteerd hebben. Die namen hebben opgepakt. Dit is een dergelijke, omdat je bij LinkedIn zo'n voornaam en achternaam geeft. Die worden ingevoerd. En het eerste resultaat wordt daarvan gepakt. En dan wordt het aantal commissies dat je.
bereik op te noemen. Om even proberen om te ik heb niet die voor maar gebruik van openbare server. Als je nu content komt, Nee, dat wordt gewoon omdat die robot is zo ingezet. Ik ga gewoon met een pagina toe. Je kent de structuur van de pagina. En die pikt wat er dan op dat moment staat van. Kan je stellen nog vragen die ja, dat is kan echt op minuten of uur of dagen. Helaas die link in dit gaat even niet, maar ik maak het wel even openbaar zoeken van helaas. Maar ja, hij was toch in twee ontwikkeld. Als jullie bij de stem komen over een half uurtje, dan beloof ik dat u zult. Goeie tip. Dus verschillende applicaties op een of andere manier ja, zeker. We kunnen zowel inputvariabelen als outputvariabelen aan. En je kan de outputvariabelen van de ene applicatie als inputvariabelen voor de andere applicatie gebruiken. Dat gebeurt eigenlijk ook wel een beetje bij Eleview en LinkedIn. Dat zijn op zich twee applicaties van twee webpagina's. We gebruiken de data van de ene als input voor de andere. En combineert die data in één van mij. Maar het kan ook nog veel geavanceerder. En nu ligt het R6-functie op andere teams. Maar je kan ook met .NET of Java API en S3 robots aanroepen met .NET. Hoe is het onderliggende datamodel van een van je data voorkomen? Als de grosse mode kun je zeggen dat als de look en feel van de site verandert, dat de robot het blijft doen. Want wij zoeken namelijk naar unieke tags in de HTML. En als de datastructuur van de site verandert, omdat er een nieuw content systeem moet zitten. Iets anders in ieder geval, dan kan het zijn dat de robot moet worden aangepast. Ja, je hebt wel op HTML, je hebt een aantal onderwerpen gegeven, bijvoorbeeld een Word-document, waar je op HTML staat op kunt zagen, een Oracle database, dat is geen HTML gebruik. Maar je kan een Oracle database ook via de browser benaderen. En je kan daarnaast die dingen die daarnet stonden, dus databases, Excel, Word en dergelijke, kunnen ook als input worden gebruikt in de robot, dus dan worden ze niet in de browser. Gewoon als een partij. Ja, ik wil zeggen, waarom vraag je dat dan? Dan moet je ook wel zeggen. Ja, als echte data, als je bijvoorbeeld een database aanzet en je verwacht een aantal velden en er staan andere velden, dan moet je echt wel de vraag is even of dat met een API ook niet af moet. Als wijzigingen worden doorgevoerd in onze infrastructuur, dan moet je eigenlijk altijd. Daarnaast is het wel een monitoring system om te monitoren of een robot het recht in de hand nog steeds doet. Dus wat we meestal doen, dus we hebben een aantal klanten die hebben duizenden robots live in de productie staan, is dat die s'nachts testen of alle robots het nog doen. En als de robots het dan niet doen, dan word je dan gealarmeerd van oké, je moet deze robot aanpassen. Maar het aanpassen als je kan een robot zeg maar, in een paar uur ontwikkelen aanpassen.